Pier, hi, schat, een extra reading voor jou, omdat je de meest bekeken videoclip hebt gehad voor Stier voor oktober. Ik zag het per ongeluk staan. Ram was trouwens een goede tweede hoor. Maar eventjes gewoon kort voor jou extra. Waar zal het over gaan? Waar gaat het over? En voor welk tijdstip? Ik heb hier niet zo goed over nagedacht. Ik was gewoon heel erg enthousiast. Ik ben bezig met videoclips aan het opnemen voor de komende 2 weken. Voor alle sterrenbeelden. Oh, hier zit een... Het gaat over zelfvertrouwen. Dus een reading om je zelfvertrouwen uiteindelijk te kunnen verhogen. Maar nu heb ik nog geen tijdsspanne. Voor de komende 2 uur. Wow, dit is gewoon echt zo. Tot en met Pasen. Jongens, tot en met Pasen. En we zitten pas in oktober. Dit is dus echt een ontzettende diepgaande videoclip voor jou. Om je zelfvertrouwen op te vijzelen. Ik heb sowieso een videoclip gemaakt al over zelfverzekerdheid. Ga die achterin deze clip maar kijken. Ja, in de laatste 20 seconden post ik die. Ik wil even opschrijven hoor. Oké, voor de stier extra. Wat ik heb getrokken uit de Animal Spirit Oracle is het gouden ei en de beer. En bij de beer moest ik meteen denken aan, god, dat is zo'n moeilijk woord, hibernication of zoiets. Nou ja, de winterslaap. Wanneer die uit zijn winterslaap komt, want de zon viel me hier heel erg op. Eerst dacht ik, geldt deze videoclip nog maar 24 uur? Gewoon één dagdeel. Maar nee, als de beer weer uit zijn winterslaap komt. Oftewel, als er dus weer eitjes gelegd worden. Als er weer gepaard gaat worden door de vogeltjes. Voorjaar. Dus echt gewoon tot en met het voorjaar geldt deze videoclip. Nou, genoeg intro. Of niet dan? Rider-Waite. De wereld. Dat is het einde. Dit kan jou inderdaad een vervolmaking, een totaal vervullend gevoel geven. Als dat wat hier in deze videoclip gezegd wordt, en ik weet ook nog niet wat dat is, tot je doorgedrongen is. En dat je daar in de praktijk ook iets mee doet. Zodat dus jouw zelfvertrouwen omhoog gaat. Dit is trouwens de druppel, het bevroren, hoe zeg je dat? Een cel water wat bevroren is door de Japaner Emoto. En daar is het woord zelfvertrouwen opgeplakt. En uiteindelijk heeft dat water zich tot deze prachtige kristal gevormd. Als je dat dus doet met woorden als haat en oorlog, dan krijg je dus hele lelijke zwarte vlekken. Krijg je geen mooie kristallen. Anyway, je bent vaardig genoeg ondertussen om dat zelfvertrouwen te voelen. Om dat te hebben, om dat te kunnen gebruiken als je met mensen aan het praten bent. Dus om, of aan het handelen bent. Dus om, hoe zeg je dat, een overwicht te hebben binnen een gesprek. Dit is een soort van prijs wat je krijgt. Aan het einde van deze rit, dus over een half jaar. Oh, dully, mijn batterij is bijna leeg. Wacht even hoor. Oké, begrepen. Ik ga gewoon door hoor. Dus zet deze. Zet in je agenda over 3 maanden om deze clip nog een keer te bekijken. Maar zeker ook in maart. Maart, ja. Anyway. De wereld gaat over vervolmaking. Dat betekent dat je iets rond hebt. Dat je dus iets hebt afgerond. In het Engels zeg je closure. Dat er iets afgesloten is. Ga ik meer kaarten bij pakken voor je. Het is iets. Je gaat echt een gevoel krijgen. En misschien geldt het maar voor jou op 1 gebied. Op 1 onderwerp. Of met betrekking tot 1 hele lastige relatie van je. Maar misschien ook wel überhaupt. Dat je dus meer zelfvertrouwen gaat voelen. Het gaat perfect voelen. Voor je. Het zelfvertrouwen dat je gaat voelen gaat
perfect zijn. Wat daarvoor moet gaan gebeuren, is het een en ander. Oh, prachtige kaart, prachtige kaart. Oké, okay, stier, luister goed. Luister goed. Je mag ook luisteren als je stier ascendant hebt. Dat geldt deze ook. Jij hebt nogal wat ideeën gehad. En jij hebt die misschien niet allemaal uitgevoerd. Beide kaarten gaan over vaardigheid. Je hebt de vaardigheden genoeg. Het is alsof dus... zie maar voor je, de magier, dat hij hier naast me staat. Of nog beter, voel hem maar, dat hij bij jou staat. Die fase heb je eigenlijk al gehad, want de magier heb ik nu niet getrokken. Misschien dat ik hem zo meteen nog trek, maar waar het hier om gaat is dat jij gelooft in iets. Jij hebt een bepaald ideaal of een droom of een visie. Je ziet iets voor je op een bepaalde manier. En je hebt dat altijd al voor ogen gehad. Maar je hebt er nooit iets mee durven doen. Je hebt het niet neer durven zetten. Maar wat voor jou belangrijk is, die hele grote wens van jou, dat hele grote doel van jou. En jij weet wat het is. Je weet wat het is. Je weet waar het over gaat. In elk geval vaag. Komende week ga je er wel achter komen als je deze clip serieus neemt. Waar het specifiek voor jou over gaat. Het is de bedoeling dat je dat gaat neerzetten. Dat je het als een huis, dus de keizer is iemand die heel stevig staat. Het is ook nummer 4. De vierde kaart is het. 4 gaat over stabiliteit. De keizer is mega stabiel. En je ziet hier allemaal rammen. Je ziet hier ook 4 rammen. Dus met betrekking tot dit ene onderwerp, deze droom van jou. Je hebt 4 pilaren, zou je kunnen zeggen. En die zijn allemaal belangrijk. Bijvoorbeeld, je partner moet op 1 lijn met je staan. De financiën moeten er rond voor zijn. Ik geloof niet in de juiste tijd. Weet je wel, dat is gewoon nu. Daar gaat deze videoclip over. Dat je het niet meer moet uitstellen. Want de vervolmaking is er bijna. Je kan het bijna gewoon allemaal hebben. Krijgen. Nieuw huis. Nieuwe baan. Nieuwe partner. Het is er allemaal. Wat wil je? Wat wil je? Stier. Ja. Het gaat erom dat je een structuur opbouwt. Ja, dat je goed georganiseerd bent. Met betrekking tot die wens van jou. Tot dat doel. Van jou, wat je wilt behalen. Wat nog veel belangrijker is, is dat je het op je eigen manier doet. Kelke 8. Doe het op je eigen manier. Als jij dat bereikt hebt, de keizer is iemand die alles al bereikt heeft, wat hij wil hebben. Ja? Dus die mogelijkheid, die potentie, die is er voor je. Net zoals dat je de magie nu bij mij kan zien, tot jou praten of naast je kan voelen. Aan de andere kant, zie daar maar de keizer. Het is al bereikt. Zeg dat eens. Ik heb het al bereikt. Je bent dus nog bezig met dat doel, maar zeg maar eens. Ik heb het al bereikt. Zodat je het niet steeds uit blijft schuiven. Voor je uit blijft schuiven. Zodat je het uit gaat schuiven. Zodat je onbewuste gaat oppakken dat je het al bereikt hebt. Want liever, het is mogelijk. Je hebt de vaardigheid ertoe. Je hebt de Hoe duidelijker moeten de kaarten zijn voor jou? Je hebt de vaardigheid. Maar het is mega belangrijk het op je eigen manier te doen. Het kan betekenen dat juist als iemand tegen jou zegt van... zou je dat niet eens linksaf gaan doen? Dat jij dan denkt, ja, daar zat ik ook wel een beetje aan te denken. Maar nu denk ik dat ik dus rechtsaf moet gaan. Tot dat niveau. Die regels en die structuren en het georganiseerd zijn, weet je wel. En in je kracht blijven staan. Hè? Dit is iemand, wat er ook gebeurt, dat zie je ook aan zijn troon. Hè? Zijn troon is van beton. Kan je niet bewegen. Je kan hem niet van zijn plek afkrijgen. Hij is succesvol. Hij staat in zijn kracht. Jij staat in je kracht. Ik heb het bereikt. Het gaat om mij. Ikke, keizer. Ikke, de keizer. Ik en mijn pad. Ik en mijn geloof. Ik en mijn wensen. Als jij
op weg bent om dus iets te gaan doen met dat doel. Om het dus daadwerkelijk meer in beweging te komen. Op een hoger niveau in beweging te komen. Op een groter niveau. Misschien moet je internationaal gaan als het om je bedrijf gaat. Op een groter niveau te komen. Als je daarmee bezig bent, dan kan na de 4 komt de 5, weet je. En dan is het succes bereikt. Het is al bereikt in je hoofd. Laat het bereikt zijn in je hoofd. Ik heb het al bereikt. Ik heb het al bereikt. Ik heb het al bereikt. De magier en de keizer. Dat is de potentie die je in je hebt. Het is belangrijk dat je er nu voor gaat. Dat je die vaardigheden... Oh, pak de verkeerde kaarten. Dat je de vaardigheden die je hebt, dat je die gaat gebruiken. Ga maar een lijstje maken. Ik ben goed in. Ik ben goed in. Ik ben goed in. En schrijf minstens 10 dingen op. En morgen weer. En overmorgen weer. Ga dat een paar weken doen. En als jij bezig bent. Als jij moedig bent. Weet je? Moedig. 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 Als jij moedig bent. Als jij merkt. Ik heb inderdaad dat overwicht over deze situatie. Deze groep mensen. Deze ene persoon. En dat bedoel ik niet negatief. Hè? Ik bedoel niet dat je de narcist moet gaan uithangen. Of de martelaar juist. Of... Dat je de agressor moet gaan worden. Hè? Dat je iemand pijn moet gaan doen. Dat je iemand moet gaan kwetsen. Dat is het helemaal niet wat ik zeg. Als het dat is, back off. Terug, terug, terug. Want dat gaat jou geen zelfvertrouwen opleveren. Dat gaat jou schuldgevoel opleveren. En daarmee, ja, ondermijn je jezelf. Daarvoor moet je mijn andere videoclips van mij bekijken. Anyway. Als jij hiermee bezig bent, zoals ik het heb verteld, ga jij merken dat jouw zelfvertrouwen geëxpandeerd is. Dat die geëxplodeerd is. Dat die enorm uitgebreid is. Jij gaat zo'n ruimte voelen. Zo'n vrijheid voelen. Oh, prachtig. Wil je gesteund worden? Ik ga binnenkort ingestraald water aanbieden. En er gaat een videoclip voor komen. Dat lijkt me een super goede ondersteuning hierbij. Ik heb een testpanel gehad en gebruik van gemaakt, 14 man. En zelf ook natuurlijk een paar maanden lang gekeken wat het water kan, wat het niet kan, wat het wel kan. Het kan heel veel. Het is echt waanzinnig. Ik ben zo krachtig. Check mijn website maar daarvoor. Maar voor zelfvertrouwen is het een, is een mega goede ondersteuning voor dit proces. Maar oké, zie maar hier nog een videoclip waarvan ik vind dat die wel toepasselijk is voor jou. In elk geval dus de videoclip zelfverzekerd. Heel veel liefs, schat. En blijf kijken. Dan blijf ik misschien ook wel extra videoclips voor je op blijven nemen. Dat was krom Nederlands, maar goed bedoeld. Dag!